Ik werk eigenlijk naar het Nederlands kampioenschap toe. Die is op 21 februari. Maar daarvoor maak ik eigenlijk een kleine tussenstop en dat is de PEC Indoor. Dat vind ik eigenlijk best wel een belangrijke wedstrijd. Het is alsof je in een soort waas zit en alleen de horden tellen. En daar moet je overheen en daar focus je op als taak. Ik zet mijn voeten dan in het startblok en ik zorg dat ze goed staan, zodat ik gewoon snel weg kan. Spanning op mijn benen, dus ik druk eigenlijk met mijn voeten op het blok. Je beleeft het zelf, als hordenloper beleef je het niet, maar als je het terug ziet dan denk je ja, dat gaat wel heel erg hard. Mijn sprintsnelheid tussen de horden is erg hoog. En ja, ik denk dat ik daar ook op win. Ik ben niet de grootste, maar mijn techniek is wel erg goed. Dus ja, daar pak ik eigenlijk de grotere jongens die misschien toch wat groter zijn. Toch wat meer kracht in zich hebben, toch wat sneller zijn. Die pak ik daarop. Ja, ik ben afgelopen jaar en afgelopen seizoen ben ik Nederlands kampioen indoor 60 meter horden en Nederlands kampioen outdoor 60 meter horden geworden. Internationaal sta ik nu vierde van Europa gedeeld. Het zit allemaal heel dicht bij elkaar, dus ik probeer zaterdag eigenlijk ja, het Nederlands record te pakken. En dat is 7,87. En ja, als dat me lukt, dan sta ik ook gelijk eerste van Europa. Dus dan ben ik de ranglijst aanvoerder. Dus ja, dat zou geweldig zijn. Ja. Als je op 500ste van het Nederlands record verwijderd bent, dan kun je zeggen dat je gewoon hartstikke goed bent. Een paar startjes en dan gaan we die frequentieoefeningen doen, of die ook. Ja, die reactieoefening. Hij beweegt soepel, hij is super reactief. En hij heeft het vermogen om de volledige beweging van het hordenlopen, om die in kleine deeltjes aan elkaar geplakt te uit te voeren. Ja. Dus hij noemen we een ontkoppelde beweger. Hij is een ontkoppelde beweger, dus hij kan zijn onderbenen los van zijn bovenlijf bewegen. Wat je eigenlijk wel wil, is dat je niet alleen maar prop, nee, dat je omhoog gaat. Ja. Ja, dus vanuit je enkels en vanuit je bovenbenen, maar het is super explosief. Klaar. Tik. Klaar. Dat kleine beetje wat je nu extra deed, is hartstikke goed. Dat is gelijk 15 centimeter hoger. Klaar. Tik! Mooi, 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 mooi. Alright. De mogelijkheid is, fysiek is die ook toe in staat. En het moet alleen net even in die wedstrijd, moet het op zijn plek vallen en moet hij het doen. De start was goed, de eerste horde die viel ik aan. Ik wist gelijk dat het gewoon goed zat. En ik dacht, ja, nu moet je pushen. Als je het Nederlands record wil, dan moet je doorgaan. Ik ben heel erg tevreden. Ik bedoel, ik had een 7,94 gelopen en dan loop ik nu een 7,88. Dat is het gedeeld tweede aller tijden. En 1/100ste van een seconde boven het Nederlands record. Dus ja, dan is de vreugde enorm.